Ook in Groesbeek wordt stilgestaan bij operatie Market Garden, die 80 jaar geleden plaatsvond. Met tanks, uniformen en originele voertuigen rijden militaire kolonnes naar verschillende plekken in het land. En vandaag hebben zij een kampement neergestreken in Groesbeek. Het weiland bij het dorp Groesbeek doet sterk denken aan hoe het er 80 jaar geleden uitzag. Door de reenactors worden de gebruik van die tijd zoveel mogelijk nagebootst. The military police were always, they had to keep a high standard to show to the troops the high standard that they should be kept to. And so what you see is a lot of our guys haven't really brushed their boots down or given their kit a bit of a clean for about a couple of days. So they're giving it a clean and a brush down because whilst again they're not like spit and polish sign as they would have been in the UK, they still had to keep up some form of professional appearance, which is what we're trying to do. En naast deze gebruiken zijn er nog meer gebruiken nagebootst. Zo schreven mensen met stoepkrijt verschillende boodschappen op de tanks. Ja, dat is iets wat vroeger veel gedaan werd, hè, als de tanks in een bepaalde plaats kwamen. Er staat bijvoorbeeld op no cigarettes. Ze werden helemaal gek van Nederlanders die vroegen om sigaretten, want dat hadden ze heel lang niet meer gehad. Hè. Je moet voorstellen, je hebt 5 jaar bezetting gehad, er was eigenlijk niks meer. Dus ze bedelden echt om sigaretten en om dat soort dingen. En op een gegeven moment hadden ze geen sigaretten meer over om uit te delen. En om er maar vanaf te zijn, schreven ze dan op de zijkant no cigarettes. Maar er waren ook mensen die schreven daar bijvoorbeeld een bericht op voor familie in de volgende stad. Dus als zo'n tank stond in bijvoorbeeld Nijmegen, dan schreef iemand alles wel in Nijmegen, familie die en die. En als die tank dan doortrok naar Bemmel, dan konden ze dat hopen, dus dat ze dat zagen. Dus het werd gebruikt als een soort postmiddeltje of om berichtjes door te geven, ja. En ondanks dat het niet kan worden vergeleken met 80 jaar geleden, kan er op deze manier wel worden herdacht en stilgestaan bij de gebeurtenis. Maar als je dan de hele dag in zo'n tank hebt gezeten, je hebt gereden, je bent moe en je komt dan op kamp aan, dan moet je je kampement nog bouwen. En dan hebben wij nog niet eens gevochten. Want laten we eerlijk zijn, we zijn aan het spelen. En we laten zien hoe het er 80 jaar geleden aan toe ging. Dus wij doen dit omdat we dit heel mooi vinden om te laten zien. We doen dit omdat we het mooi vinden om mee te rijden. Maar 80 jaar geleden moesten ze het doen. Er werd ook nog op ze geschoten. Dus ja, het is natuurlijk, je kunt het niet vergelijken. Maar het is wel bijzonder om te mogen meemaken, om diezelfde route te mogen rijden. En we reden de route naar Valkerswaard en er stonden foto's langs de kant van de weg. Hele grote billboards met hoe die weg er toen uitgezien heeft, met de wrakken van de tanks erop. En als je dezelfde tank over die weg rijdt, krijg je toch wel een beetje kippenvel. En dan rij je langs de begraafplaatsen en ja, dan sta je er wel echt even bij stil. Het is erg bijzonder om mee te mogen maken, ja.